zodra dat die kap terug is geplaatst, die stond hier al een paar maanden te wachten, hebben we besloten om de buitenkant te beginnen afwerken. We hebben dat afgeschuurd, afgebrand. Dan hebben we die geschuurd en hebben we overal nieuwe stoppen ingestoken en hebben we de boot volledig gekalefaat. En nu wordt de rest dus met een siliconen, speciaal voor boten, terug de voegen dichtgemaakt, zodanig bij de tewaterlating dat er geen water kan incijpelen. En daarna wordt die terug volledig afgeschuurd en er komen dan 5 lagen primerverf op en daarna de antifoeling. En dan is het onderste gedeelte af. Het schilderen van een houten boot is van belang om dat hout te beschermen tegen het water en vooral het zoutwater. Vernis is eigenlijk iets dat je moet opbouwen, laag per laag, om een goede bescherming te geven en om een verdieping van de kleur te krijgen. Want in het begin zie je het niet, op het einde zie je dat de mahonie een heel mooi kleur krijgt zoals hij er nu bij staat. Het plaatsen van de naam en dan Nieuwpoort achteraan was voor mij de kers op de taart. Een heel fijn werkje. Ik ben hier een beetje de madame van de fijne werkjes. Het voelt echt aan als een openbaring om van een oude, je mag allicht zeggen een aftandse boot, terug iets moois en zichtbaars te maken die een uitstraling zal geven aan de stad Nieuwpoort.